ga een liedje aankondigen. Het gaat gezongen worden door Jetta Starreveld. En zij is bij uitstek geschikt om dat te zingen, want haar grootvader was de psychiater van Pisuis. En ja, en dat liedje, dat gaat zij zingen. Zij is een jonge moeder, ze heeft zelf een Filipijnse au pair. Maar dat was in de tijd van Pisuis nog niet. In die tijd had je een Franse gouvernante. Een deftig huis met horen, een liefrijk knecht, dat is de pracht. Met bakkenbaard, geen snorren, die staat te buigen voor de deur. En uit de vigilante stapt met een lachje en een kleur de Franse gouvernante. Mevrouw ontvangt haar in het kantoor, mamselle maakt reverences. Mama stelt haar de meisjes voor. Mimi, Fifi, Hortense. Papa zegt heel distrait bonjour. Maar achter zijn couranten zit hij als kenner op de loer naar de Franse gouvernante. Tussen het slaapvertrek der juf en het boudoir der meisjes, daar zingt de oudste zoon student sentimentele wijsjes. Er klinkt verliefdheid in de stem van Willem de Elegante. Niet voor zijn zusjes, maar voor hem is de Franse gouvernante. En als mamselle zich toiletteert, staan Frans en Fritsje buiten. De tweeling die door het sleutelgat de Marseillaise fluiten. De vrouw is reeds het zwakke punt van deze jonge kwanten. En strakjes spelen ze kruis op munt om de Franse gouvernante. En de andere morgen aan het ontbijt, mamselle die is nog boven. Dan komen de jonge meisjes los, maar je kunt het niet geloven. Ze draagt een onderjurk van zijen, een je weet wel van kanten. En een opengewerkte nachtjapon, de Franse gouvernante. En als ze haar bad genomen heeft, dan parfumeert ze haar armen, haar schouders en haar hele hals met violet de parme. Papa zegt, zulke praatjes zijn een ladylike genante. Maar ondertussen denkt hij, fijn, zo'n Franse gouvernante. En Frans en Frits en Frederik, die zitten erbij te gnuiven. En ieder denkt, oh, als het lukt, zal ik op mamselle stuiven. Kortom, het hele huis loopt dol op die geestige pikante, modieuze en verleidelijke Franse gouvernante. Een deftig huis, het is 10:30. Dan zijn de lui naar bed en dan laat één rolgordijn je zien de raarste silhouetten. Soms is het papa, soms is het Wim, ook Frits en Frans zijn klanten. Maar altijd is die andere schier de Franse gouvernante. Jetta Starreveld.